Hallo jongens, en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog van Chris en Olivier en de natuurgeweerde jongens. Het is vandaag een prachtige mooie dag en we zijn vandaag weer in het Nationaal Zuid-Kennemerland bij de jongens. En ik ben vandaag weer heel benieuwd wat wij weer allemaal gaan tegenkomen. Het is februari en het is ontzettend koud jongens. Ik hoor al heel veel mooie vogels jongens en ik heb heel veel zin om nu te gaan lopen. We gaan vandaag een grote wandeling maken door het Nationaal Zuid-Kennemerland, jongens. Want ik wil namelijk weten hoe het leven hier aan toe gaat tijdens de winterdagen. Let's go! In het Nationaal Zuid-Kennemerland, jongens, komen heel veel verschillende soorten vogels voor. De beste kans om heel veel mooie vogelsoorten te zien heb je vooral in de ochtend natuurlijk, omdat er dan nog weinig mensen in het gebied zijn. En dan kan je allerlei verschillende soorten vogels aantreffen. Vogels als de grote bonte specht en de groene specht kan je dan aantreffen. De grote bonte specht is ook dag, gewoon dagactief. Dus ik ga kijken of ik wat sporen van de grote bonte specht kan vinden. Oké, dit is wel leuk om te zien, jongens. Als je heel goed kijkt naar deze boom. Wel grappig om te zien. Dan zie je dat er hier holletjes in de boom zitten. En die holletjes, dat is het werk van een grote bonte specht. Die kiezen natuurlijk een boom uit van goede kwaliteit. Waar ze dan dus holletjes in maken, voor de jongen ook. Er zitten hier al echt gewoon bijna van 5 holletjes in deze boom. 1, 2, 3, 4, 5. En als je kan een klein beetje aan naar binnen kijken bij die holletjes ook. En die zijn heel mooi gemaakt ook van binnen. Ik bedoel, er zitten, het is echt gewoon heel grappig om te zien. Prachtig jongens, geweldig. Wat ik zelf jongens altijd zo leuk vind van het Nationaal Zuid-Kennemerland is dat het zo'n mooi groot gebied is en dat het heel erg afwisselend is qua habitatten. Het ene moment loop je in een prachtig mooi bos zoals deze, het andere moment kom je opeens in prachtige mooie uitgestrekte duingebieden. Van de zomer zul je allerlei mooie diertjes tegenkomen zoals hagedissen, verschillende soorten grote sprinkhanen. Die zijn er nu op dit moment even niet, de sprinkhanen die zijn dood, maar die komen in het voorjaar
zullen de eitjes daarvan weer uitkomen. En de duinhagedissen houden een winterslaap. Maar de dieren die je nu kan tegenkomen zijn ook wel bijzonder. Er leven hier natuurlijk ook eekhoorns. Je moet heel veel mazzel hebben om ze te spotten, want die zijn razendsnel. Ook koninkpaard natuurlijk, damherten, eventueel misschien een ree. Schotse hooglanders jongens. En in een bepaald gebied van dit gebied zien we zelfs wisenten. Ik denk alleen niet dat we die gaan tegenkomen nu, want dan moet je echt naar de kraanvlakte gaan. En we zitten hier nogal heel erg ver weg van de kraanvlakte. Als je soms ook heel goed oplet, kan je bijvoorbeeld eventueel een buizerd zo door de boomtoppen zien gaan. Misschien een boomuil. De natuur zit gewoon zo vol met verrassingen, jongens. En ik denk gewoon dat we eens ook gewoon moeten kijken wat we kunnen tegenkomen. Jongens, het is toch. Geweldig jongens, mijn eerste groep damherten. Ik kom hier al gelijk in. Ik ben sprakeloos, weet je. Geweldig. Anders dan de damherten jongens in de waterleidingduinen zijn de damherten in het Nationaal Zuid-Kennemerland een stuk schuwer. En zijn het een stuk minder, dan moet je natuurlijk iets meer moeite voor doen om ze te zoeken. Er leven hier ook reeën. Alleen die zie je een stuk minder hier, omdat de damherten die zijn nogal wat groter. En die verdrijven ook de reeën hier een klein beetje weg. Ik heb ondertussen iets heel moois gezien, wat ik ook even aan jullie wil laten zien. En dat is namelijk dat je hier. Want zoals ik jullie natuurlijk al vertelde, jongens, het Nationaal Zuid-Kennemerland is ook voor een deel duingebied. En dan kan je soms dit aantreffen. Hele mooie hoge heuvels met erop grote groepen dennenbomen. Kijk, hier kun je zelfs omhoog gaan. Dan ga ik jullie laten zien hoe mooi het hier is als je omhoog gaat. De duinen hier zijn alleen niet zo hoog als bij de schoorse duinen, jongens. Maar ze zijn wel allemaal even mooi. Ja, ze zijn er bijna. Kijk. Wauw. Heb je dit? Hier een mooi stukje. Dat is over dit. Prachtig. Het leuke jongens is als je onder boomstammetjes kijkt, is dat je ook allerlei zeer prachtige mooie beestjes kan tegenkomen. Als je heel goed kijkt zitten er wat pissebedden op, je hebt kelderpissebedden en dat zijn dus familieleden van de kreeftachtige, helemaal vol. Je hebt verschillende soorten pissebedden, er zitten ook nog andere beestjes op, heel veel verschillende soorten beestjes op. Kijk, er zit een wolfspinnetje, ik moet even inzoomen. Wolfspin, zie je hem daarop zitten? Die heeft daar zijn. Kijk, daar gaat hij lopen. Dat is een wolfspin. Dat is een van de spinnen die je bijna het hele jaar door ziet. Ook tijdens deze temperaturen komen ze soms nog wel eens naar buiten. Verschuilt zich nog lekker tussen dat hout. Er is een soort rode pissebed daar. Kijk, eentje gaat aan de wandel, jongens. Ze eten rottend materiaal. Dat valt dan onder bladeren. En rot het hout. Dit hout is ook ontzettend nat. Wat ik nu in mijn handen heb. Ik zet hem weer terug. Maar natuurlijk jongens is het leven onder zo'n boomstam natuurlijk niet zonder gevaren. Sowieso niet als je een pissebed bent of een regenworm. Want onder deze boomstammetjes kan nog wel eens een roofdier schuilen. Die ze heel graag eet. Ik ga kijken of ik hem aan jullie kan laten zien. Rond deze tijd zijn ze namelijk ook actief. Nou kijk jongens, hier heb je wat kleine.
exemplaar. Daar zit hij hoor. Dit is de gewone duizendpoot, jongens. En dit is een zeer algemene soort in Nederland. Er zijn soorten, er zijn exemplaren die 3 keer zo groot worden, kunnen worden als deze. Want als je kijkt naar de pissebedden is deze nog wel heel erg klein. En het zijn roofdieren. Tenminste, ze zijn 's nachts actief. Overdag zullen ze niet zo snel zien. En ze kunnen heel groot worden. Wat het is met duizendpoten. Deze, ze jagen namelijk op, op de pissebedden hier. En ze hebben natuurlijk geen duizendpoten, maar ze hebben hun naam zo gekregen omdat ze zoveel poten hebben natuurlijk. Ze kunnen wel bijten, jongens. Dus het beste kan je ze ook gewoon lekker met rust laten. Hij zit heel mooi, hij zit heel rustig. Er zijn soorten in andere landen, jongens, waar duizendpoten net zo groot als mijn onderarm kunnen worden. Die komen gelukkig niet in Nederland voor. En de exemplaren die wij in Nederland hebben zijn ook niet heel gevaarlijk. Tussen de regenwormen zie ik nog iets zitten, jongens. Moet je kijken, jongens. Dit hele kleine beestje, jongens, is een miljoenenpoot. Het is een heel klein exemplaar. En in vergelijking met de duizendpoot, ze hebben miljoenpoten, net zoals als de slakken, net zoals de pissen bij de planteneters. Deze soorten bijten niet. Kijk, jongens, moet je hem kijken over mijn hand gaan. Zo leuk. Je hebt verschillende soorten miljoenpoten in Nederland, net zoals je verschillende soorten duizendpoten hebt. En het verschil zit er ook natuurlijk in. Natuurlijk hoe ze eruit zijn. Hij is ontzettend mooi. Oep. En hij is weer van mijn hand afgegleden, maar het is natuurlijk gewoon zo mooi aan de natuur. Wat ik jullie bij deze wilde laten zien, jongens, is dat je ook in de winter nog allerlei beestjes kan vinden. Alleen die zitten dus onder de boomstammen. En ik moet zeggen dat het toch best wel interessant is. Wat je dus allemaal onder kan vinden. Dus duizendpoten, miljoenpoten, wolfspinnen, pissebedden. Je hebt zelfs paarse pissebedden, jongens, dat is geen grap. Dus in ieder geval, ik ben hier weer uitgekeken en we gaan lekker vet lopen. Kijken of we nu lekker naar de duinen kunnen. Wat nu zeg maar het plan is, er leven in het gebied natuurlijk, zoals ik zei, prachtige mooie vogelsoorten. Het lastige is dat ze zich alleen niet zo makkelijk op de camera laten vastleggen. Wat leuk is van de herenduinen is dat je hier nog een paar van dit soort tuinhuizen hebt. Daarachter nog een paar en hier nog één. En de mensen hier die zorgen ervoor dat de vogeltjes genoeg te eten krijgen van de winter, dus ze hebben wat vogelvoer zeg maar voor de vogels in de duin achtergelaten, om het even zo te zeggen. Dus ik heb namelijk iets een plan bedacht. Wat ik doe is, ik zet mijn camera met statief, zet ik hier nu en dan zoom ik in daar waar het voer zit en dan loop ik weg, zodat de vogels in alle rust kunnen eten en hopelijk krijg ik dan een grote bonte specht erop.
even kijken jongens. Hier een heel klein bevroren meertje hier. Van lente en zomer zullen hier wel wat kikkers zitten. Maar nu is het helemaal bevroren. Een klein groepje staart. De meeste zijn overkant jongens in die boom. Of je kan zien. Vliezen weg. Nou jongens, het is niet echt een vogelkijkhut gelijk, maar het is wel een plek waar je naar hele mooie vogels kan kijken. Even kijken of we wat kunnen zien. Zie je zo een heel groot meertje hierachter, zag ik ook net. Wauw. Wauw. Kijk jongens, wat een groot slakkenhuis. Degene die hierin wonen, die is er niet meer. Maar dit is dus het slakkenhuis van de wijngaardslak. Grootste slak van Nederland. Die zijn nu ook in winterslaap. Hoe heet het, in België en Frankrijk schijnt het een algemene soort te zijn. In Nederland zijn ze zeer zeldzaam. Alhoewel kan je ze in het Nationaal Zuid-Kennemerland in grote aantallen hier aantreffen tijdens de zomer en lente. Lente en zomer. Dus de grootste exemplaren kunnen ongeveer meer dan 12 centimeter groot worden. Mooi. Ik leg hem weer terug op de plaats waar ik hem heb gevonden. Het is altijd nog een mooi thuis voor andere beestjes. Nou jongens, in ieder geval, mijn reis is weer bij deze ten einde gekomen. Ik hoop dat jullie er weer hartstikke veel van genoten hebben jongens. En ik zeg zoals gewoonlijk weer bij deze, tot de volgende keer bij een gloednieuwe video van Chris en Olivier. Doeg en bedankt je wel voor het kijken. Doeg!